Goedendag, welkom tot het nieuws op Lim FM op zaterdag 15 april 91.7 Lim FM su.com. De Nationale Partij Suriname, de NPS, heeft gisteravond een discussieavond georganiseerd over de vrijheid van meningsuiting in Suriname. Het geheel vond plaats in het partijcentrum Grondjari aan de Pengelstraat. En de inleider was Nita Ramcharan. Glenn Treudeman en Ivan Cairo maakten deel uit van het panel. De muilkorfwetten passen volgens Ramcharan niet in de democratie. Deze moeten volgens Ramcharan ingetrokken worden omdat de rechten van de burgers boven de muilkorfwetten staan. We hebben in Suriname wetten die 200 jaar geleden zijn gemaakt en nog steeds gelden. En dat zijn die muilkorfwetten. We zeggen dat elke burger in het land gelijk is. Maar dat is niet zo als je president bent. Of als je bevriend staatshoofd bent. Dan ben je ook beschermd. Maar ook mensen die in een openbare functie zijn, die zijn ook beschermd door de muilkorfwetten. Als je een ambtenaar beledigt in functie, kan je gewoon opgesloten worden zonder enige vorm van proces. Dus die muilkorfwetten, wanneer een staatshoofd zich beledigd voelt, je vindt zijn neus te lang en hij vindt van nee, maar ik heb de mooiste neus van de wereld, dan kan hij je al laten opsluiten, bij wijze van spreken. En dat van de muilkorfwetten, dat is funest, want we zien dat heel veel mensen worden opgesloten op basis van die wetten. Mensen die kritiek uiten, worden zonder vorm van proces eigenlijk opgepakt en vaak op een vrijdag. Dus ik moet uitkijken dat ik hier geen dingen zeg die niet kunnen. Want als je op vrijdag in de gevangenis belandt, kan er pas maandag iets gebeuren. Dus heel veel mensen worden dus vrijdag opgepakt en dan blijf je daar in een cel. En maandag ziet je advocaat wel wat die gaat doen. Er kan machtsmisbruik plaatsvinden. Eigenlijk vooral als je politieman bent geweest of militair, dan ben je al in een neiging om direct politieachtig optreden te hebben. Dus we hebben een president gehad die militair was. Nu hebben we een president die commissaris was. Misschien dat maakt dat ze extra getriggerd raken om als politieman op te treden. En mensen alvast op te pakken. We hebben heel wat gevallen gehad. Eigenlijk in september 2020. De regering is in juli 2020 aangetreden. En een paar maanden later wordt de muilkorfwet al toegepast. Die meneer is opgesloten omdat hij de president via sociale media heeft beledigd op Facebook. En na afstemming met het Openbaar Ministerie wordt de persoon dus in de gevangenis gegooid. Op 25 oktober hebben we weer een aanhouding gehad. Ja, op 25 oktober hebben we weer rechercheurs hebben iemand opgepakt. Ook voor belediging van het staatshoofd. Daarna in januari 2021, Buru, ook aangehouden, belediging staatshoofd. Cibrano Piquet aangehouden, februari 2021. Rendel Feller, 11 april 2021. Rendel Feller nog een keer, 28 augustus. Chanderdeel R, iemand uit Nikeri. Die een landbouwer die zijn mening had geuit uit frustratie. Hij kan geen
bepaalde dingen kopen voor zijn kinderen. En die man wordt op een vrijdag opgepakt en in de gevangenis gegooid. Ook op basis van muilkorfwet. Als ik nu zeg dat ik meneer Rusland zie trillen en hij is zenuwachtig en hij vindt dat niet leuk, kan hij mij niet opsluiten. Maar als ik dat van de president zou zeggen, zou hij zich beledigd kunnen voelen. En dus ziet u het verschil en kijk de voorbeelden van hoeveel mensen dus opgesloten zijn. Volgende. Cibrano Piquet weer 3 maart en hij zegt ik heb de president niet beledigd, maar intussen zit je wel in de gevangenis. En terwijl Piquet nog vast zat, wordt Raoul Abdulrahman ook aangehouden, ook voor belediging van het staatshoofd. Monus Nasrali, die van Action News, hij had het staatshoofd niet beleden, maar hij had 2 politiefunctionarissen die de leiding hadden in Nikeri regio West beleden. Hij had gezegd dat ze corrupt zijn en tjoekoes nemen en al dat soort dingen. En op basis daarvan, belediging van een ambtenaar, openbaar gezag, openbaar lichaam, rechtmatige uitoefening, is hij dus in feite ook opgesloten, ook op een vrijdag, terwijl hij diabetes heeft en al dat soort zaken. Is hij dus gewoon omdat hij 2 politiefunctionarissen heeft beleden. Dus die muilkorfwetten gaan veel verder dan alleen het staatshoofd. Er zijn veel meer mogelijkheden om mensen op te sluiten, wat we dus hier zien. En ja, het duurt een aantal dagen voor je weer naar huis mag, maar intussen ben je wel mooi vast. Anthony F. op 3 januari 2023 aangehouden. Patrick K. 4 januari 2023. Belediging van president, first lady en ook nog een paar VHP'ers enzovoorts. Oké, je mag de first lady beledigen zonder dat je wordt opgepakt. Maar in dit geval is hij ook meegenomen. Gordon MacDonald is ook beledigd, of heeft ook beledigd, ook First Lady en VHP toppers, dus die is recent nog opgesloten geweest. In de democratie hebben burgers het recht om zonder angst voor vervolging te reageren op politiek beleid. Als je iets niet goed vindt, moet je kunnen reageren zonder dat je bang bent dat je opgepakt wordt. Dit staat ook expliciet vermeld in de universele rechten van de mens. Dit geldt ook voor de partij. Je hebt partijen, over het algemeen bijna allemaal, waar je nauwelijks je mening mag uiten. Als je je mening uit, ben je niet meer geliefd. En je wordt gezien als iemand die dwars ligt. Het gebeurt in heel veel partijen. En dat moet voorkomen worden. Vandaar dat vaak partijvoorzitters of presidenten in ivoren torens leven. Omdat mensen hun stroop om de mond smeren, waardoor ze eigenlijk buiten de realiteit zijn. Daarom zeg ik dat het heel goed is dat NPS deze discussieavond houdt. Omdat kritiek leveren betekent niet dat je iets tegen die persoon hebt. Je moet op issues kritiek kunnen leveren. En ook al bevalt het de voorzitter niet, moet dat kunnen. En daar begint dus democratie. Dat komt dus te vaak voor. Er wordt ook jacht uitgeoefend op mensen op social media. Je hebt mensen die nu niet meer durven om hun mening te uiten. Omdat er tientallen mensen in dienst zijn met belastingcenten van ons. Die de hele dag Facebook afstruinen om te kijken wie heeft weer wat gezegd. En als je ambtenaar bent, krijg je nog meer problemen. Want dan word je aan je werk ook aangesproken, je wordt gedwarsboomd, je wordt van alles en nog wat. En dit moet voorkomen worden. Zo'n angstcultuur dat je niet meer durft te zeggen wat je wil. Ook wanneer politieagenten en militairen iets zeiden, die hebben het ook gevoeld. Van ja, je bent in een gedisciplineerd korps en dus je mag ook niet in je vrije tijd iets zeggen wat de regering of hun werkgever niet zint. Er is een aanklacht ingediend van 20 of 30 pagina's door advocaat Milton Kastelen bij de speciale rapporteur mensenrechten van OAS.
Al deze gevallen waar ik niet genoemd heb, mensen die tijdens protesten zijn opgesloten. Het gaat puur om vrije meningsuiting. Maar je hebt ook mensen die ontslagen zijn, weliswaar onder mom van andere normen. Maar die ook hun mening hebben geuit tijdens protesten, zoals de twee politieinspecteurs, hoofdinspecteurs, die ook ontslagen zijn. Wel op andere gronden, maar ze hebben behoorlijk hun mening geuit. En het zal me niet verbazen als dat ook meegespeeld heeft. Ook voor politici geldt haast een ongelimiteerde mate van vrijheid. De assembleeleden mogen in de Nationale Assemblee, zolang het de hamer van de voorzitter passeert, zeggen wat ze willen, zonder dat ze worden vervolgd. Niemand die jou gaat vervolgen op basis van wat je in een openbare vergadering hebt gezegd. Dat is op zich heel goed, want politici moeten natuurlijk het beleid kunnen bekritiseren. Alhoewel de meesten natuurlijk partijdiscipline laten prevaleren. Maar in feite zouden ze moeten opkomen voor het volk. Maar goed, ze zijn onschendbaar in de openbare vergadering, zolang het de hamer heeft gepasseerd. Zelfs als het die hamer niet passeert, hebben ze het al gezegd. Dus wat dat betreft. Dus assembleeleden kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Journalisten wel hoor, en een heleboel anderen. Maar goed, voor politici zie je dat er wel heel veel bescherming is. Ook als je minister bent en je hebt gestolen, moet er eerst in de assemblee toestemming worden gegeven om je te kunnen vervolgen. Dus dat zou ook niet moeten, maar goed. Neem nou assembleelid Mahinder Joggi, zijn fractiegenoot, hoofdbestuurslid Aziz Gayadin, heeft gezegd dat Joggi goed is in inpikken van gronden. Hij heeft dat niet gezegd in de Nationale Assemblee, maar op IBC. En nu, zo moet het, heeft advocaat Erwin Kanhai, weliswaar de advocaat van Bouter zo, heeft hij in de arm genomen en heeft Gayadin gevraagd om binnen 24 uur te rectificeren, want hij is beledigd en zijn goede naam en eer is aangetast. Nou, zo hoort het. Als je bent beledigd, ook de president, dan bepaal jij niet of er werkelijk een wettelijke grens is overschreden. Daar gaat het om. Wie bepaalt dat daar een strafbaar feit gepleegd is? In dit geval kan Joggi Gayadin niets doen, dan kan hij nemen en als Gayadin niet rectificeert, hij heeft niet gerectificeerd in 24 uur, dus we zullen zien of hij naar de rechter gaat. Eigenlijk zou het een heel goede case zijn om naar de rechter te gaan, zou het eindelijk duidelijk worden of er werkelijk gronden zijn ingepikt. Vrijheid van meningsuiting houdt daarop waar het strafrecht een grens trekt. Maar die grens trekken wij niet, meneer Rusland. Van let op wat je zegt en hoeveel je zegt en altijd de waarheid. De grens wordt getrokken door de rechter. En daarom zijn die muilkorfwetten zo vreselijk slecht en zo ondemocratisch. En het past niet in een democratie. Zeker niet bij een regering die op een democratische wijze is gekozen. Want het is de rechter die bepaalt. Niet de politie, niet het openbaar ministerie, niet de president. En ook niet de waarnemend president, want hij is vaak uit landen. Dus stel je voor dat de waarnemend president ineens beledigd is. Dat is 3/4 van Suriname opgesloten. Dus daar gaat het om. Wie trekt de grens? De rechter. Niemand anders. Dus in al deze gevallen weten we niet of die mensen werkelijk de grens hebben overschreden, want geen enkele zaak is voor de rechter gekomen. En dat is zo oneerlijk, want na 4-5 dagen ben je behoorlijk geschrokken en dan denk je, dit wil ik nooit meer, dus je bent geneutraliseerd. En dus we weten niet of de grenzen overschreden zijn, omdat de rechter niet aan te pas is gekomen. Dus de muilkorfwetten moeten worden ingetrokken. Ze zijn een stap in de weg voor het optimaal beleven van de democratie. De rechten van de burger staan boven de muilkorfwetten die door de overheid 200 jaar geleden zijn gemaakt. En bovendien die wetten die Nederland hier heeft gemaakt,
die zijn in Nederland al aangepast. Daar mag je al veel meer beledigen en alles doen. Maar hier mag het nog steeds niet. En al 30 jaar wordt er tevergeefs gevraagd aan verschillende regeringen om deze muilkorfwetten eindelijk te schrappen uit ons wetboek van strafrecht. Maar ze zijn alleen maar een open oor als ze in de oppositie zitten. Ik moet wel zeggen dat de NPS deze openbare lezing al aangekondigd had toen ze nog in de coalitie zat. Maar als ze in de oppositie zitten, wil iedereen dat het geschrapt wordt. Want we hebben ook minister Chan Sant'Okhi in der tijd, die nu president is, gevraagd om die muilkorfwetten af te schaffen toen hij minister was van Justitie en Politie. En toen wilde hij ook nog meewerken. Maar nu maakt hij gretig gebruik van deze wetten. Dus ik hoop dat het nog een initiatiefwet wordt ondernomen of ingediend door de NPS onder andere om deze muilkorfwetten af te schaffen. Aldus Nita Ramcharan, journalist. Zij was de inleider bij de discussieavond georganiseerd door de NPS over de vrijheid van meningsuiting in Suriname. In onze komende nieuwsuitzending maandag aanstaande komen wij terug op deze bijeenkomst. DNA-lid Melvin Bova blijft erbij dat president Chan Sant'Okhi verantwoording moet afleggen over de geheime rekening. Sant'Okhi heeft de plicht om de informatie te verschaffen en wij moeten volgens Bova geen genoegen nemen met nonsensverhalen. Het gaat volgens hem om veel meer dan de 4 miljoen SRD die in zeer korte tijd op de rekening, de geheime rekening, in december 2022 is gestort. Bova sprak gistermiddag in Bakanatori. Daarom als je goed luistert en ik nodig journalisten uit om goed te luisteren en ik nodig het publiek uit, maar zij arke volg politiek voor arke boom. Ik heb niet gezegd, president, u hebt de geheime rekening. Dat punt. Ik heb gezegd, president, u hebt de geheime rekening in één van niemand tijd. Is er 4 miljoen over de ballen gegaan bij uw geheime rekening? Vinden we dat goed? In een maand tijd. Ja, december na februari. En nog erbij, lees de rustjes goed. Maar als hij je kon aantonen van, kijk, hiervoor is het gebruikt. Dat is wat ik heb gevraagd. Dan zou je daar vrede mee hebben. Precies, dat is wat ik heb gevraagd. En het antwoord wat ik niet verdien, wat Suriname niet verdient, is dat een president, welke president dat ook, kom zeggen aan ons dat ik een geheime rekening heb, dus ik hoef daar geen verantwoording voor over te leggen. Samsa na you money? Wel, wie is na Wijne Bos, wie is na Finichan, wie is na Boutersen, wie is na. En vooral Sant'Okhi niet. Kan dat niet maken. Laten we dus daar een streep door trekken. En ik kan me niet. Dus met elke bepaalde reactie voor bepaalde journalisten, voor bepaalde sma. Dan ben ik, waar is je verstand nou? Is het in je hoofd of is het ergens anders? Want dan nemen we genoegen gewoon wanneer de president zegt ja. Ik heb geheime rekening. Maar vorige president had ook dat zang. Overigens, vanaf 2019 is er een comptabiliteitswet. En heb ik hier genomen. Waar er duidelijk staat aangegeven in artikel 13 van de comptabiliteitswet. Die zegt duidelijk, geheime uitgaven en geheime rekeningen hebben uitsluitend betrekking op uitgaven voor defensie en staatsveiligheid. Mijn herhaling, uitsluitend betrekking, defensie en staatsveiligheid. Dus wie soort president en nog erbij, de wet is in 2019 aangenomen. Dus als het voor 2019 was, ala, dan had elke president de ruimte om misschien wat te doen. Maar no zo. Wanneer de wet zegt, wanneer de president, alleen voor staatsveiligheid en alleen voor zaken die te maken hebben met hier defensie, mag je, kan je, mogen. Dus if mijn actie, en nu komt de hamvraag, Cliff. Heeft mijn actie-president, en laat me je nog wat zeggen, dat na primeur, ik heb stukken overlegd die onderbouwen, ik heb ze hier, digitaal, ik heb ze ook ingediend in DNA hoor, die onderbouwen 4 miljoen SRD, ik heb ze allemaal genoemd, als je hier leest, zie je vierde betaling. Als je daar leest, zie je derde betaling.
27-12-22. Hier, 1 miljoen SRD. De dato 16-12 is het goedgekeurd. Derde deel van de betaling. Dus die 1 miljoen is derde deel van de betaling. Wat ik zeg met primeur is, ik heb stukken overleg van 4 miljoen SRD. De informatie die ik vrijwel hard heb, is dat het gaat om het veelvuldigen van 4 miljoen SRD. Moet ik het anders zeggen? Om het tienvoudigen van 4 miljoen. En dat heb je meneer B gegeven? Ja, ik heb gegeven voor 4 miljoen. Omdat ik wilde geven wat ik hard heb. Dan kan ik toch niet die informatie hebben dat het om veelvuldigen. Dat wil je zo. En dan gaan we het goed vinden dat de president geld uitgeeft. Wat heeft hij daarmee? Is hij naar Hugo Boss gegaan? Ik weet het niet. Het gaat nog lang niet om het bedrag waar we nu over praten. Laten we daarover beginnen. Dus, u kunt me bevestigen. En de president Santoki moet alle cijfers van me brengen. Maar mij maakt het niet uit. Nogmaals, ik herhaal Cliff. Geen enkele president in de hele wereld kan geld van die samenleving zetten op een geheime rekening ter besteding van zichzelf. Geen enkele president kan dat doen. En we moeten ons diep schamen om dat goed te praten. Het kan niet, ook al is Limburg morgen president, ook al is Bouw van morgen president, en ook kan. En nog verder, ik heb hier, waar is mijn telefoon? Artikel 34 van de wet op de rekenkamer, die zegt duidelijk, voor betalen, en die wet is ook veranderd, ik dacht in 2018-19, dat voor betalingen gedaan ter laste van artikelen van de geheime uitgaven, de voorzitter van de rekenkamer daar bericht voor van moet worden gedaan door de president. Betekent de president moest leg uit. Van ik kon ja, ik heb en die had. Laat de president verklaren. Dat is het enige punt. Als het is gegaan naar bijvoorbeeld Karkom. Pansterwagens kopen. Dan is het pansterwagens kopen. Maar ik als zeg, het is, maar luister. Wanneer, eigenlijk moet men de hele naam van dat ding veranderen. Absoluut. Wanneer Cliff nogmaals met blokletters Melvin Bouva, parlementariër, volksvertegenwoordiger, net taxan zomaar. Ik heb genoeg informatie. En ze hoeven mijn laptop niet meer te stelen, zoals ze dat hebben gedaan op 24 december, november in DNA. Ze hoeven mijn laptop niet meer te stelen. Ik herhaal het weer. In het gebouw van de Nationale Assemblée. 24 november. De man Gwena aan mijn laptop. Onverklaarbaar. Welk jaar was dat ook alweer? Vorig jaar, een paar maanden geleden. Kort na dat ding van financiën. Oké, okay, dus kennelijk de man denk je. Met dat brievenbus. Wanneer kom je er waar? Er was een telefoon van jou gestolen, dacht ik. Nee, dat is lang geleden. Dat is lang terug. Ja, heel lang geleden. Maar dat hoor ik nu. Dat hoor ik nu. Ja, maar niet altijd praten we erover. Maar als mensen je prikkelen om dingen te zeggen, dan gaan de dingen gewoon ronduit gezegd. Dus de mannen in voor mijn laptop, in voor mijn telefoon, informatie is in mijn hoofd. Mensen praten met, ik kan bijna de plekken noemen waar ik zo maar ontmoet. Hoe kan je laptop in de Nationale Assemblée gestolen worden? Hoe dan? Als men maar dan moet je gaan op je achterpoten gaan staan nee, dat het wordt ontmoet. Ik heb een brief geschreven natuurlijk naar de voorzitter van DNA. Er zijn toch camera's daar? Er zijn geen camera's in het gebouw. De zaak is een onderzoek nog steeds. Ik heb nog laatst daarover bericht gevraagd. Maar ik kan ook gaan. Even een man voor mijn telefoon, ja. En ik heb camera's. De camera's hoef je niet wat dus, voor de camera's zijn op, binnen een uur weet je wie het genomen de heeft. De camera's zijn op strategische plekken gezet. Dus er is veel meer. Ik ga een kwartier naar buiten interview te doen met Trishul. Ik kom terug en mijn laptop is weg. En natuurlijk heeft niet een toevallige persoon het genomen, want we weten wie een DNA rondloopt. Maar ik zeg alleen, wanneer de mensen die dat denken, informatie, ja, sommige mensen van de inlichting zullen zeggen, zo wordt informatie ingewonnen. Dus dat is de play overal. Maar Bouva zegt niet zomaar dingen. Dan moeten ze met mijn hoofd weggaan. Zo simpel is dat. Ja. Dus wanneer ik nu vraag, president Peamonide voor een geheime rekening, vraag ik het niet zomaar. Dan zijn er voorbeelden, en je moet goed luisteren naar die voorbeelden. Is het naar Pansterwagen gegaan? Of is het bijvoorbeeld, luister goed naar mijn voorbeelden, naar voorbeeld Maggie, van dingen die mensen me vragen. Of is het bijvoorbeeld gegaan
om panden in de omgeving van je huis te kopen? Of is het bijvoorbeeld gegaan om de president, zou zeggen, nu zit je te insinueren. Nee, ik vraag, is het bijvoorbeeld gegaan toch? Of is het bijvoorbeeld gegaan om een broodjesproject van de First Lady te financieren? Of is het bijvoorbeeld gegaan om dingen voor de VHP-partij te financieren in het binnenland? Waar is dat geld naartoe gegaan? Dat is waarom tegen mij. Dan help je alle insinuaties die ook jouw eigen mensen naar mij toe brengen, help je weg. En kom het in het parlement. En nog kost Belfort, nog kost Bova, nog kost Parmisser, nog kost mevrouw Friedzaam, of Jones, of Suma, omdat we stel de vraag die zie. Je hebt de plicht om verantwoording af te leggen. En je moet ons geen enkele nonsens komen vertellen, zoals je dat zelf heb behoord in de Nationale Assemblée. Je moet ons vertellen wat is. En je moet ons de documenten overleggen. Andere smaken zijn er niet. Daarna loopt me, maar trouwens mag nog dit. Melvin Bova, zoals hij gisteren sprak in ons praatprogramma Bakkanatori. Hij persisteert bij de eis dat de president de plicht heeft om verantwoording af te leggen over de geheime rekeningen. Wij moeten volgens hem geen genoegen nemen met nonsensverhalen. President Chan Santokki heeft gisteren het veiligheidsplan uit handen van de voorzitter van de werkgroep Nationaal Strategisch en Veiligheidsplan, Melvin Linsheer, in ontvangst genomen. Een goede samenwerking is volgens de president van eminent belang bij de algehele veiligheid. Samen zullen het wel aankunnen. Met goede samenwerking tussen de verschillende veiligheidsdiensten. Goede samenwerking tussen de rechterlijke macht. En de verschillende opsporings- en veiligheidsdiensten en inlichtingendiensten. Maar ook tussen jullie allemaal. Want er is geen enkel orgaan in het land, of het nou publiekrechtelijk is of privaatrechtelijk, welke geen veiligheidsissue heeft. Allemaal hebben hun eigen veiligheidsissue. Zelfs tot op microniveau. Binnen het gezin hebben we veiligheidsissue. Waar alles daarbuiten veilig kan zijn. En daarbinnen is er onveilig. Want ook daarbinnen kan er huiselijk geweld plaatsvinden. Dus het is op alle niveaus. En op alle niveaus moeten we aandacht geven. Ik heb helaas de staatshoofdenconferentie voor veiligheid, symposium veiligheid op Trinidad, aanstaande maandag en dinsdag, helaas moeten afzeggen. Omdat we andere verantwoordelijkheden hier hebben in het land, die aandacht vragen en die een hogere prioriteit hebben. Ik heb me verontschuldigd bij mijn collega's die daar wel aanwezig zijn. Maar het is belangrijk, die regionale veiligheid, die grensoverschrijdende veiligheid. Maar het is een heel belangrijk thema gekoppeld aan die conferentie. Security as a health issue. Kijkt u daar, de relatie die gelegd wordt. Dat veiligheid een belangrijk onderdeel is van gezondheid. In de ruimste zin des woords. Want ga na hoeveel impact onveiligheid heeft op je mental health. Op je mental well-being. Als er onveiligheid in de buurt is, hoe je slaapt, hoe je wakker wordt. Als er onveiligheid is in scholen of buurten van scholen, hoe kinderen zich voelen, hoe ouders zich voelen. Maar als er slachtoffers vallen bij criminaliteit, wat er omgaat bij slachtoffers. Maar als er een samenleving onveiligheid is, hoe die samenleving zich gedraagt. En dit werkt uiteindelijk door ook naar de zorg.
De kosten die erbij komen. Een heel andere invalshoek. Maar wel belangrijk om aandacht daaraan te schenken. Naast de klassieke vormen van veiligheid. Naast de bekende inbreuken op de veiligheid. Naast de bekende oorzaken en factoren die bijdragen aan die onveiligheid. Dat dit bijzonder belangrijk is. Maar ik heb twee ministers gevraagd om mij te vertegenwoordigen. Daar op de conferentie. Ik hoop dat ze wel beschikbaar zijn om op die conferentie aanwezig te gaan. Jullie allemaal bedanken. Bijzonder de trekkers, de commissie, de werkgroepen. Die allemaal uiteindelijk dit product hebben geleverd en onderschreven. Samen staan wij sterk als land en natie. Als we allemaal ons deel van die veiligheid oppakken. En op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve inspanning die samenleving kunnen creëren waar wij als natie ons veilig voelen in alle opzichten. Elkaar gewaardeerd voelen, elkaar gerespecteerd voelen, elkaar ondersteund voelen. En dat is wat we nodig hebben. En eerste thema van zo'n 15 jaar geleden van ons Nationaal Veiligheidsplan was nationale veiligheid als onderdeel van nation building. Aldus president Santokki bij het in ontvangst nemen van het veiligheidsplan aangeboden door de werkgroep Nationaal Strategisch en Veiligheidsplan gisteren. De president is ingenomen met het werk verzet door de werkgroep. En tot zover het nieuws. Morgenochtend om 10 uur een nieuwe aflevering van Seniorenspiegel. En morgenmiddag om 4 uur eveneens een nieuwe aflevering van ons actualiteitenrubriek op de zondag retrospectie. Goeiedag.